En vandaag is een hele bijzondere dag, want vandaag is de officiële verhuisdag. Dit is mijn nieuwe kamer. We wonen hier nog maar één dag en wij hebben al een kerstboom gekocht. Ah, kijk! Oh, wat leuk! Hij is heel cute. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. Hey guys, welkom bij de derde verhuisvlog. En vandaag is een hele bijzondere dag, want vandaag is de officiële verhuisdag. We hebben de auto al helemaal gevuld met al mijn troep en mijn kamer is echt leeg. Nou ja, er hangen nog wel wat dingen, ik heb nog wel een aantal spulletjes, maar dit is voor mijn doen echt leeg. Laten we beginnen met mijn bureau. Normaal gesproken is dit echt heel mooi gedecoreerd, maar ja, het enige wat nu hier ligt is een spons, een keukenrol. En mijn laptop en mijn camera. En ik ben mijn lens erop kwijt. Dus ik heb even een lelijke sok eromheen gedaan. Zodat mijn lens niet beschadigt. Maar ja, dat laat ik hier nog eventjes. Want ik ben van plan om morgen hier terug te komen. Om misschien te filmen en anders later deze week. Hier heb ik nog een beetje kleding. Daar nog een dingetje. Mijn bed is niet echt per se opgemaakt. Maar wat daar gebeurt, gebeurt daar. En boven mijn bed heb ik nog een plankje. Met één cactus. En het hele plan is om vanavond daar al te gaan slapen. De reden daarvoor is omdat ik morgen echt heel vroeg in de ochtend al in Amsterdam moet zijn. Dus ja, dat vond ik wel zo handig. En dan ga ik morgenmiddag denk ik weer hier naartoe om ja, de laatste dingetjes op te ruimen, schoon te maken. Want echt, mijn kamer is vies. Niet normaal. Ik ben niet zo goed in schoonmaken. En straks moet dat wel gebeuren. Dus ja, ik wil het wel netjes achterlaten. Het is heel raar om te beseffen dat de verhuizing nu echt van start gaat. Ik denk dat ik echt ga janken. Het is zo raar om te beseffen dat ik hier straks niet meer woon. Terwijl dit wel gewoon als thuis voelt. En dit zal altijd als thuis blijven voelen. Oh, zo raar. Het is zo raar. Puur ook omdat gewoon al mijn meubels gewoon nog staan, weet je. Ik heb gewoon een gevoel, oh, morgen kom ik terug. Of zoiets. Morgen kom ik ook wel terug, maar het is weird. Maar oké, ik ga de laatste dingetjes even bij elkaar pakken. En dan gaan we naar Amsterdam. Jongens, zo ziet de auto eruit. Echt zoveel spul heb ik. En mijn moeder zit daar verstopt met mijn iMac op haar schoot. Maar oh my god, dit is zoveel troep. Jongens, ik ben in mijn nieuwe huis. Dit is mijn nieuwe kamer. Ja, ah, dit is zo raar om te beseffen, maar ik wil even een mini-tourtje doen. Dit is het bed. Spulletjes, dat. Ja, heel interessant. En laten we even naar mijn huisgenoot gaan. Sarah! Hallo! Die een taartje. Ik ben taart aan het bakken. Ja, juist. Aan het snijden. Yeah, thank you voor de lekkere taart. En we hebben hier bloemen, thanks. Heel mooi. Ja, ik ben hier al zo vaak geweest en dat, dan kan ik het gewoon niet beseffen dat ik hier nu woon. Morgen ga ik wel weer terug naar huis. Gewoon naar mijn ouders huis. Dat is wel raar om te zeggen. Maar ja, en mijn stem is nog steeds gone. Maar ik ben happy. Het gaat heel erg wennen zijn. En vanmiddag even alles uitpakken. Maar ik ben blij. En nu gaan we taart eten. 2. 1 hour later. Ah, dit licht. Ik heb best wel wat licht in deze kamer. Maar het wordt tijd om een heel klein beetje uit te gaan pakken. Ik krijg straks een sleutel van die. De sleutel heeft de zus van Sarah nog, dus die komt me zo brengen. Ik heb hier zin in. Ik moet mijn bed ook nog doen. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Het is inmiddels al een aantal uur verder. Ik heb echt geen idee hoe laat het is, maar het wordt al langzaam donker buiten. Ik ben aardig wat opgeschoven. Ik heb mijn kast ingeruimd. Oh, je ziet het niet eens. Met al mijn kleding. Nou, volgens mij heb ik al mijn kleding ingeruimd. Ik weet het niet eens. En ik besef dat ik nog best wel wat zeg maar, bij mijn ouders nog heb laten liggen. Maar dat komt later deze week wel deze kant op. Maar ja, ik ga een beetje het afronden, want ik ben echt heel erg moe. Want vanochtend heb ik gesport, nog een beetje ingepakt. En ben ik
gelijk gaan verhuizen. We hebben vanavond een feestmaaltijd. We zijn net naar de KFC geweest. Hartstikke slecht. Maar ja, het is wel super lekker. En we hebben patatjes al daarbij. Dat zit daarin. En een hele schattige bucket met kip. Dus hier heb ik zin in. Wat doe ik op mijn eerste avond hier? YouTube kijken. Ik keek eerst tv en er was echt amper wat op tv. En toen gingen we Ace Family kijken. En nu kijken we Acacia. En al die kids zijn zo schattig. Oh. Maar ik ben echt benieuwd hoe mijn eerste nacht hier gaat bevallen. Het is ook raar, want Saar, we hebben heel vaak sleepovers gehad. Ja, en Spanje. Spanje natuurlijk. En nu slapen we bij elkaar, maar toch weer op onszelf. En dat is anders. Anders, maar wel leuk. Ja, ik heb er zin in. Maar ja. About to leave. Already packing. Jongens, het is inmiddels alweer de volgende dag. En mijn eerste nacht hier was fijn. Het was raar, maar fijn. Maar Sarah en ik zijn net naar de winkels geweest. Naar de Xenos. Daar heb ik een dingetje gehaald, namelijk een placemat. En hebben wij al bij de Action een hele voorraad aan spullen gekocht. En het zijn niet zomaar spullen. Het zijn namelijk kerstspullen. Want wij zijn allebei al in de kerstvibe. Ik woon hier nog maar één dag en wij hebben al een kerstboom gekocht. Hoe voel je daarbij, Sarah? Ik ben echt meer dan blij gewoon. Ik heb geen woorden ervoor. Nice. En bij de Hema hebben we een piek gekocht. Een ster, hartstikke leuk allemaal. Dat noemen we eventjes. Maar dat wordt echt een lange video, man. Maar ja, verhuisvlog wordt een kerstvlog. Maar we hebben gekozen voor deze ballen. Het is eigenlijk heel lastig om te kiezen, want er was zoveel. Maar ja, we moeten toch een keuze maken. Dan hebben we slingers. Slingers. Nog meer slingers. Dan hebben we lichtjes, niet te vergeten. Het voelt zo raar, want ik koop wel jaarlijks kerstspullen, maar dit is de eerste keer dat ik een eigen kerstboom heb. Dan wel samen met Sarah. Maar nog steeds, het is een eigen kerstboom. Die je zelf mag inrichten. Love it. We gaan echt serieus in elke kamer van het huis een kerstboom neerzetten. Sarah heeft er al één in haar kamer staan. Zo'n kleintje. Ik ga er ook één in mijn kamer zetten. In de woonkamer komt er één. In de keuken. Dat is wel het idee. Want in de keuken komt er één. In de wc komt er één. Nee, we zijn echt gestoord. Maar misschien gaan we dat doen. Oké, maar dat is. En dan hebben we ook nog deze ballen. Zo, het is inmiddels alweer bijna 4 uur. En ik ben al een tijdje bij mijn ouders. En ja, ik heb net weer heel veel schoongemaakt. Opgeruimd. Ik heb gestofzogen, gedweild. En al spullen voor lading nummer 2. Zeg maar klaargezet. Want mijn vader komt ergens van de week weer zeg maar, naar Amsterdam toe. Met al mijn spullen. En dit moet er allemaal nog mee. Mijn lamp. Een doos, dit allemaal. About to leave. Already packing. Come with me. Gaan we vandaag iets bijzonders doen. Nou ja, eigenlijk iets gestoords. Want we gaan zo de kerstboom opzetten. Yay! Die we hebben gekocht. Nou, ik heb er heel veel zin in. Want het is in een kerst, ook al duurt het nog heel lang. Maar we hebben volgende week ook onze housewarming. En dat is toch wel even leuk om de kerstboom te hebben staan, gewoon voor de sfeer. Dus dat gaan we doen met warme chocolademelk. Hier en daar. Nu komt het belangrijkste, namelijk de piek. We hebben een hele leuke. Oh nee, sorry. Wacht. Je moet hem dan omvouwen, ja. Denk ik. Wacht. Dit is heel awkward. Ja, kijk. Oh, wat leuk. Hij is heel cute. Hi. Ik hoop dat jullie deze verhuisvideo leuk vonden. Ik weet niet of er per se iets met verhuizen in zat. Wel het proces ervan. Ik zit erover na te denken om een video te maken waarin ik mijn officiële eerste week hier in dit huis ga vastleggen. Dus ja, mijn eerste week op mezelf eigenlijk. En dat ik dan in die video ga laten zien
wat ik met het eten doe, hoe ik me voel. En gewoon mijn hele ervaring als, zeg maar, uitwonende. Want het is allemaal nieuw voor mij en het is allemaal spannend natuurlijk. Dus ja, het is altijd leuk om zulke dingen weer terug te zien. Maar oké, dat terzijde. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Doe vooral dat duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En tot de volgende verhuisvideo. Doei doei. Mijn ouders hebben net weer heel veel spullen hierheen gebracht. So cute. Oh my god. Sarah, ik heb je grote wereldkaart. Deze wereldkaart. Ik zie mezelf niet eens meer. About to leave. Already packing. Come with me. I'm not really asking. We'll get away.